Dit is het strijdtoneel van alle provinciale partijen. Hier werden spijkers met koppen geslagen. Maar welke partij heeft hier het meest in gang gezet? De partij die in ieder geval het meeste invloed heeft proberen uit te oefenen is de PvdA. Zij heeft de meeste moties ingediend, een stuk of 70 in de afgelopen 2 jaar. Maar van de ChristenUnie zijn de meeste moties aangenomen. Toch is in verhouding 50PLUS het meest succesvol gebleken de afgelopen jaren. Die partij moet namelijk als eenmansfractie opboksen tegen partijen met meer fractieleden. En dat doet lijsttrekker Fred Kerkhoff knap. 3/4 van zijn ingediende moties is namelijk aangenomen. Misschien wel omdat de moties en amendementen die we indienen er ook daadwerkelijk toe doen. En dat de meeste partijen dat ook wel zien. En dat is één. En ten tweede, misschien wel doordat ik een gunfactor heb, en dat hoop ik dan maar. Waardoor mensen toch eerder geneigd zijn om met je mee te gaan als je een motie of een amendement indient. En de derde mogelijkheid, want het zijn natuurlijk niet alleen de moties en amendementen die ik alleen heb ingediend, maar ook die we gezamenlijk met anderen hebben ingediend, is misschien ook wel het feit dat ik vaak met moties meega die ook zinnig zijn van andere partijen. En op die manier kom je misschien wel tot een goed resultaat. De PVV heeft in de afgelopen jaren het minst in gang gezet. Zij hebben het minste aantal moties ingediend en de afgelopen 2 jaar zijn maar 10 moties aangenomen. Ter vergelijking, alle andere partijen zaten tussen de 30 en 65 aangenomen moties. Lijsttrekker van PVV Overijssel, Erik Veldmeijer, heeft daar de volgende verklaring voor. Het feit dat zo min mogelijk dat weinig moties van de PVV worden gesteund, dat zie je ook in Den Haag terug. En dat heeft alles te maken met het feit dat de PVV onderstaat. We worden wat dat betreft ook nog steeds in een bepaalde hoek gezet. En partijen hebben er blijkbaar moeite mee om hun naam te verbinden aan een motie die is ingediend door de PVV. Dat is één. En dat komt omdat wij moties indienen die verder gaan dan het huidige beleid. Wij dienen moties in, we willen 0 windmolens. We willen 0 zonnepanelen in weilanden. Wij willen 0 woningen voorrang voor statushouders. Ja, dat zijn gevoelige onderwerpen. En andere partijen die zijn nog niet zo ver, of die durven dat soort moties niet te ondersteunen. Want die zijn bang voor de reactie van hun achterban.